Voilà, welkom bij een nieuwe aflevering van Opvang en Besturing. Het is stilletjes aan zo wat naar het einde toe aan het gaan. Dus we hebben deze les nog, dan hebben we in de namiddag nog en volgende week zijn er nog twee lessen. Eentje twee over klantgerichtheid en dan zit het erop. Klopt. Oké, wat gaan we vandaag doen? Deze twee uur gaan we ons verdiepen in besturing. We gaan theoretisch de besturing benaderen. We gaan dat proberen kort en to the point te houden. En dan gaan we zo snel mogelijk als kan naar hoe dat de besturing in realiteit wordt gerealiseerd. Met actieve besturingen bijvoorbeeld. En dan in de namiddag gaan we rond stuurbekrachtiging werken. In de namiddag geen les? Dat is straf. In mijn agenda staat er dan. Ik zal eens kijken. Ja, ik zag u al zo'n beetje bedenkelijk kijken. Ik dacht, hè. Ja, bij mij staat er om 12:30. Bij jullie niet? Het is collectief afgesproken. Dan zullen we daar wel een mouw aan passen. Oké. We hadden vorige les rond TorqueSteer gesproken. Wat TorqueSteer precies is. We gaan dat niet opnieuw helemaal oprakelen. Kan iemand nog eens kort zeggen wat TorqueSteer, wat dat precies is? Stel, het is examen. De kans is reëel dat je die vraag op het examen krijgt. Hè? Wat is TorqueSteer? Wat betekent dat? Uw auto dan naar links of naar rechts trekt als gevolg van acceleratie. Ja, dat is juist. En wanneer komt dat voor? Een voorwiel aangedreven wagen. En? Bij elke, want enkel in geval met een sperdifferentieel. Zolang als uw voertuig voorzien is van een gewoon klassiek differentieel, is de aandrijfkracht van het linkse en het rechtse wiel altijd hetzelfde. En dan kun je niet scheef trekken. Het is van zodra dat je met veel vermogen zit, een motor met veel vermogen, dat je een sperdifferentieel nodig hebt en dat je als gevolg daarvan een aandrijfkrachtverschil kunt hebben tussen het linkse en het rechtse wiel en dan gaat het scheef trekken. TorqueSteer. Dat is een goeie. Oké. Als je die vraag krijgt, maak die tekening erbij, hè, waarbij dat je de aandrijfkracht tekent, dan dat gedeelte via het koppel via de aandrijfas. En zo verder. En dan die resulterende in het midden van uw wiel met een afstand RA, de kingpin opzet. En dan heb je gewoon volle punten. Dus die voorwielaandrijving en auto's met veel vermogen, dat zit niet echt 100% goed. Hè? Want dan zit je met je TorqueSteer. Je zult zien in de map op Blackboard van Fusée dwarszelling en Fusée langzelling. Daar staat nog een klein stukje van langskrachten van banden. En dat zou ik graag in relatie brengen met voorwielaandrijving of achterwielaandrijving. Die vraag krijg je misschien later in je leven ook wel. Als je een klant bij u hebt of iemand komt voor technische raad bij u. En dat komt ter sprake, moet ik nu een voorwiel aangedreven of een achterwiel aangedreven wagen? Wat zou je me aanraden? Of je wilt zo wat van die mythes doorprikken, dan is hetgeen dat nu volgt wel interessant. Dus je kunt TorqueSteer is één
elementje waarop dat je zou kunnen zeggen, die voorwiel aangedreven wagen is niet zo echt ideaal als je met performante motoren zit. Maar er zijn nog wel andere en belangrijker zaken die dat we elke dag kunnen ervaren als we met onze auto rijden. Het stuk over die langskrachten heeft daar rechtstreeks mee te maken. Dus we hebben dat overgeslagen. Ik wil dat weer even vastpakken. Alright. Dus je zou als vraag kunnen stellen, waarom is achterwielaandrijving beter dan voorwielaandrijving? Die vraag zouden we kunnen stellen. En dan hebben we dus die langskrachten, de karakteristiek, bandenkarakteristiek van de langskrachten hebben we daarvoor nodig. Ik zal het in het Engels zetten, hè. Rear wheel drive beter dan front wheel drive. Zo. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we ons richten naar de bandkarakteristiek. En we weten dan nog wel onze bandkarakteristieken. Daar zijn we eigenlijk onze lessen mee begonnen. Enerzijds leveren onze banden dwarskrachten en anderzijds leveren onze banden langskrachten. Dwarskrachten en langskrachten. Heel het verhaal van een voertuig dat in een bocht rijdt, daar komen onze dwarskrachten bij te kijken. De krachten die onze band moet produceren om dat voertuig een bocht te laten maken. Nu gaan we kijken naar die andere, die langskrachten. We moeten ons voertuig gaan accelereren of gaan afremmen. Het commando voor dwarskrachten op te wekken, dat weten we nog. Dat was delta, de drifthoek. Als je een band laat rollen onder een bepaalde drifthoek, dan begint uw band met het opwekken van dwarskrachten. Maar nu willen we langskrachten, zoals de aandrijf of remkrachten. En dat zal dus niet lukken met een drifthoek. Als je zegt, ik ga een drifthoek aanbrengen, ik ga aan mijn stuur draaien, daarmee gaan uw wielen geen langskrachten beginnen produceren. Daar hebben we de slip voor nodig. Slip. En dat is nu een klein beetje verwarrend. Let daar goed op. Die drifthoek is in het Engels de slip angle. En de slip, in het Engels spreken we over de slip ratio. En het zijn deze die ons nu dus gaan interesseren. En vooral het aspect over die aandrijfkrachten, die zal ons de sleutel geven tot het antwoord op die vraag. Dat voelden we al ergens aankomen, maar dat is dus effectief zo. Dus langskrachten. De slip ratio wordt gedefinieerd zoals de drifthoek. Het hoekverschil is tussen de gewenste richting en de werkelijke richting. Zo heeft de slip ratio ook zijn eigen definitie, zijn eigen formule om te berekenen. En die formule is omega gedeeld door omega 0 min 1. Wat betekent dat? Die omega, dat is het toerental van uw wiel.
Hoe moet u dat voorstellen? Als je aan het verkeerslicht staat en het wordt groen en je vertrekt nogal brut, zie je de wielen al doorspinnen, torent al van je wiel. Je bent aan het rijden, het is gesneeuwd, je moet remmen, zie je het al gebeuren, je wielen blokkeren, staan stil, dat is het torental van je wiel. Dat is die omega. Torental van het wiel. Aangedreven. Of geremd. Die omega 0, wat is dat nu? Stel dat je naast je wiel nog een vijfde wieltje aan je wagen zou monteren en je zet daar geen rem op, je zet daar ook geen aandrijf vast, je laat dat gewoon mee rollen. Dat voertuig gaat 100 km per uur, dat wieltje dat draait mee, met 100 km per uur. Je remt keihard, blijft gewoon rollen, je wagen zakt in snelheid en dat rolt gewoon mee. Dus eigenlijk het toerental van je wiel, al zou het niet geremd zijn of niet aangedreven. Gewoon meerollen. Het toerental van een vrij rollend wiel. Niet aangedreven of geremd. Dus een gemakkelijk voorbeeldje zou kunnen zijn als je geen ABS hebt en je remt zo hard dat je wielen of je trekt aan je handrem, bijvoorbeeld, het toerental van je wielen is op dit moment 0. Als je 100 km per uur aan het rijden bent, ik denk ik zou dat precies niet graag meemaken, maar goed. Uw wiel, het vrijrollend wiel, heeft een bepaald toerental om die 100 km per uur te rijden. Als je dat invult in die formule, heb je 0, want uw wiel blokkeert, gedeeld door een bepaald getal, speelt geen rol. 0 gedeeld door een bepaald getal is 0. Min 1, dan is de slip ratio min 1. Voilà, zo moet je die formule bekijken. Wat zijn de resultaten ervan? Als je uw band, als ze een band geproduceerd hebben en ze gaan die test doen, ze gaan meten hoeveel langskracht dat uw band produceert, dan gaan ze dat doen bij aandrijven en natuurlijk bij remmen. En die hebben een verschillend resultaat. Herinnerde, ik ga het even op de achterkant van mijn blad doen. Als je de dwarskrachten ging meten, dan hadden we hier de dwarskrachten in functie van de drifthoek. En dan hadden we zoiets. En als we dan een grotere normaalkracht hadden of een kleinere normaalkracht, dan hadden we zoiets. Dwarskracht in functie van drifthoek. Oké. Nu gaan we iets gelijkaardig hebben. Voor het aandrijven. En dan zetten we hier geen drifthoek, maar slip. En voor het remmen kun je iets gelijkaardig doen. Dan zetten we hier de remkracht in functie van de slip. Die grafieken, die hebben ongeveer dezelfde vorm, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Voor de aandrijfkrachten, als je die test zou doen, dan bekomt je zoiets. Dat gaat naar een piek, dan komt dat terug. Dat wordt zoiets. In uw cursus op Blackboard staan daar mooiere voorbeeldjes van.
En voor het remmen is dat zoiets. Op zich is die vorm niet zo heel belangrijk. Dat is niet zo belangrijk. Hetgeen dat vooral belangrijk is bij die grafieken, is het feit dat je bij een bepaalde slip maximale aandrijfkrachten hebt of maximale remkrachten. Dat is hetgeen dat je er moet uithalen. Als je daar cijfertjes bij zet, dus geen slip, dan produceert uw band natuurlijk geen aandrijfkrachten of geen remkrachten. Dat is op de grafiek van het remmen zien, dan zouden we dit punt kunnen aanduiden. Stel, wielen blokkeren. We hebben dat daarnet eens gedaan. Dan komt uw slip ratio op min 1. En wat zien we? Dan produceert uw band niet de maximale remkracht. Dat is wel jammer natuurlijk. Dan moet je rekenen dat je ongeveer op een 0,7, 0,8 van je maximum zit. Als we weer blokkeren, geen maximale remkracht. Als je wiel kunt afremmen met een slip van ongeveer een 20%, dan produceert je band pas maximale remkracht. Dus hier zitten we op zijn maximum. En hetzelfde geldt voor het aandrijven. Dus als je wiel het dubbel van het toerental draait nodig om die snelheid te rijden, dan komen we op plus 1. Stel dat toerental van uw wiel, ik zeg maar iets, 10 is, en van het vrijrollend wiel 5, dan kom je op plus 1. Dus dan gaat uw wiel doorspinnen met dubbele snelheid. Dan kun je ongeveer hetzelfde zeggen. Dan produceert uw band geen maximale aandrijfkracht, maar terug zoiets van 0,7, 0,8. En als uw wiel doorspint met een 20%, dan krijg je pas maximale aandrijfkracht. Dat is gewoon een karakteristiek, langskracht karakteristiek van uw band. Zoals dat je dat voor uw dwarskrachten hebt, heb je dat voor je langskrachten ook. Door middel van de rechtse figuur kun je aantonen aan iemand dat ABS korter remt als zonder ABS. Als je vier wielen blokkeren, staan stil, oops, die gaan in de rook op, dan remt je aanzienlijk langer dan wanneer dat je wiel niet blokkeert. Dat is het principe van een ABS. Plus dat je nog je wiel, dat je voertuig nog bestuurbaar blijft, dat is enorm. Is iedereen daarmee mee? Okay. Als je in je cursus van Blackboard gaat kijken, dan zie je dat daar een filmpje tussen staat over ABS en het effect erop. En dan zie je dus dat je remweg bij een geen geblokkeerd wiel veel korter is. Maar dat is iets voor remsystemen. Hebben jullie dit gezien bij remsystemen? Welk? Ja, meneer De Blok is inmiddels terug. En hij gaat kijken met de planner of dat er zaken in te halen zijn om dat je toch deftig kunt voorbereiden op dat examen. Hè. Dat is belangrijk. We moeten focus houden hier op onze vraag: waarom is die achterwielaandrijving beter dan die voorwielaandrijving? Ja.
We gaan die grafieken eens iets verder uitwerken. Kunt u inbeelden hoe dat die test eruit ziet? Mannen. Kunt u inbeelden hoe dat die test eruit ziet? Stel dat je... Mannen. Stel dat je de karakteristiek van die remkrachten gaat meten. Hoe zou je dat doen? Hoe kunt je dat inbeelden? Er moet ergens een machine zijn. En dat wiel dat moet met een bepaalde snelheid draaien. En er moet gemeten worden hoeveel langskracht dat wiel produceert. Of je zou een voertuig kunnen hebben met een wiel dat je afremt. En je zou dat voertuig willen voortrekken. Dan zou je kunnen meten hoeveel remkracht dat je band produceert. Stel nu dat je... je beeldt u een karretje in. Nee, uw fiets. Dat is misschien een beter voorbeeld. Ga op uw fiets zitten. En uw kameraad moet uw fiets voortrekken. Die test moet u proberen in te beelden. Hè? Er zit niemand op uw fiets. Je gaat zelf uw fiets voortrekken. Zo. Hè? En je zegt, oh, dat, die remmen zijn niet bediend. Hè? Er zit geen slip op het wiel. Dus je kunt gewoon uw fiets voortrekken. Dat rolt. Hè? Dan gaat je uw rem blokkeren. En je gaat uw fiets voortrekken. Gaat u dat veel moeite kosten? Nee, nee, ik denk dat ook niet. Gewoon als uw wiel, stel dat uw wiel geblokkeerd is, de ketting is daarin gedraaid en je trekt uw fiets voort. Ja, dat wiel, dat blokkeert, maar dat kost u niet zo heel veel moeite. Stel nu dat je op uw fiets, dat je uw kameraad erop zit, opzet, op die fiets. En je moet dan uw fiets voorttrekken. Gaat dat gemakkelijk gaan? Dat gaat moeilijk gaan, hè? Hoe meer gewicht dat je daarop zet, hoe moeilijker dat zal gaan om die fiets vooruit te trekken. Dat is heel logisch. Hè? Dus als je deze grafiek, die zou je voor verschillende belastingen kunnen tekenen. Stel dat je je fiets niet belast en je moet die voortrekken, dan zou dat zo'n karakteristiek zijn. Als je je fiets wat harder belast, dan zou je merken dat de karakteristiek wat hoger ligt. Als je iemand op je zadel zet en dan nog op je portebagage, dan zou je, om je fiets voor te trekken, dan zou je merken dat je fiets veel meer, je banden veel meer remkracht produceren. Hoe harder dat je die band op de weg drukt, hoe harder, hoe meer remkracht dat uw band kan produceren. Dat is logisch, hè? Dat is logisch. Hetzelfde geldt als je gaat aandrijven. Als je... een voorbeeldje geven. Als je met je fiets wilt doorspinnen... en je gaat gewoon op je zadel zitten en je zou trappen, dan moet je al fameus trappen. Als iemand je fiets van achter wat zou opheffen, dan zou je gemakkelijker je wiel kunnen laten doorspinnen. Dat is ongeveer hetzelfde verhaal als bij het remmen, maar omgekeerd. Dus je kunt deze grafiek van het aandrijven, kun je even goed zo tekenen. Hoe lichter dat je wiel belast is, hoe minder aandrijfkrachten dat uw band kan produceren. Hoe zwaarder dat uw band belast is, hoe meer aandrijfkrachten dat uw band kan produceren. Dus als je de normaalkracht op uw band verhoogt, dan kan uw band meer aandrijfkrachten produceren. Als je de normaalkracht op uw band verhoogt, dan kan uw band meer remkrachten produceren. Denk dan uw fiets leeg, met iemand op, wielen geblokkeerd en voortrekken. Dus, het is wel belangrijk, als je veel
remkrachten wil produceren, of als je veel aandrijfkrachten wil produceren, en nu zijn we dus stilletjes aan richting onze centrale vraag aan het komen, als je veel aandrijfkrachten wilt kunnen produceren, dan moet de normaalkracht op die band voldoende groot zijn. Ja? Anders gaat dit doorspinnen. En daar zit dan onze oplossing. Dus het besluit van onze grafieken hier. Hoe groter de belasting, op het wiel, in uw belasting, dat is Fn, de normaalkracht, hoe meer aandrijfkrachten uw band kan produceren. Dat is een vaststelling. Oké, nu gaan we naar onze auto. Zo. Dit is een achterkant, hè. Het gewicht van uw voertuig is verdeeld over uw vooras en uw achteras. Als uw zwaartepunt in het midden ligt, is dat mooi verdeeld over de vooras en de achteras. Zo. En van het moment dat je begint te accelereren, dan is er, zoals dat je een bocht neemt, weet je nog, als je een bocht neemt, dan hadden we een laterale dynamische gewichtsverplaatsing. Gewicht van het binnenkant van de bocht wordt er gewicht van het ene wiel naar het wiel aan de buitenkant verplaatst. Als je accelereert, gaat er gewicht van voor naar achter. Longitudinale dynamische gewichtsverplaatsing. Zo zouden we dat kunnen noemen. Vooraan gaat er een deeltje af en achteraan komt er normaalkracht bij. Longitudinale dynamische gewichtsverplaatsing. Dat lijkt ons ook logisch, hè? Als je heel snel accelereert met je fiets of met je motto, dan gaat op je achterwiel rijden. Dan gaat al het gewicht van het voorste wiel naar het achterste. Is het leesbaar? Het is niet leesbaar. Longitudinale dynamische gewichtsverplaatsing. Dat is een scrabblewoordje. Maar dat is niet zo belangrijk. Het is dat je inziet dat bij acceleratie gewicht van het voorste wiel naar het achterste. Uw vooras wordt lichter en uw achteras die wordt zwaarder. Dat is hetgeen dat je moet zien. We weten hoe groter de normaalkracht, hoe meer aandrijfkrachten uw band kan produceren.
hoe minder normaalkracht, hoe minder aandraafkrachten dat uw band kan produceren. Dus hier hebben we minder normaalkracht op de voorwielen, meer normaalkracht op de achterwielen. Dus onze achterste wielen die zullen ongetwijfeld de meeste aandraafkrachten kunnen produceren. De voorste banden die worden ontlast. Met delta Fn. En de achterste banden die worden extra belast. Dus, als de voorste banden worden ontlast, dan kunnen ze minder aandrijfkrachten produceren. En de achterste, die kunnen juist meer aandrijfkrachten produceren. Ziezo. Dus als we onze voorste banden gaan aandrijven, dan hebben we front-wheel drive, de achterste, dan hebben we rear-wheel drive. Ja, en dan zien we toch welke dat in het voordeel is, hè. Onze achterste banden, die kunnen meer aandrijfkrachten produceren. En onze voorste banden, die kunnen minder aandrijfkrachten produceren. Dus als je je voertuig wilt aandrijven, welke wielen moet je dan aandrijven? He? De achterste natuurlijk. He. Omdat je achterste banden bij acceleratie harder op de grond worden gedrukt, wielen, banden die daar harder op de grond worden gedrukt, kunnen meer aandrijfkrachten produceren. Dus minder kans op doorspinnen, dus achterwiel aangedreven wagens, zijn beter. Objectief gezien, minder kans op doorspinnen van uw wielen, kunt meer aandrijfkrachten produceren, dus achterwielaandrijving is daar op dat vlak objectief gezien beter. Ik ga u daar een filmpje van laten zien. Dat staat op Blackboard. Langskrachten. Even kijken. Nee. Oké.
Zo. Het is een filmpje gemaakt door BMW, dus je zult wel zien dat BMW er nogal prominent aanwezig is. Maar trekt u dat eventjes niet aan, bekijk dat gewoon als een achterwiel aangedreven wagen en een voorwiel aangedreven wagen. Ik hoop dat het niet te hard staat. Its purpose, a clear division of labor between steering axle and drive axle. Combined with intelligently networked electronic control systems and a balanced front rear weight distribution, rear wheel drive offers a unique driving experience. And the benefits for you as the driver, an intense celebration of dynamic driving enjoyment in every time. Oh. Sorry, mannen. Following the exact line you've chosen. Transferring drive power to the road. Optimum traction, thanks to dynamic weight distribution. Heb je gehoord wat dat ze zeiden? Dus optimale tractie door dynamische weight distribution. Dus die dynamische gewichtsverplaatsing, longitudinaal, zorgt ervoor, optimale tractie, dat uw achterste wielen extra belast worden. Ik ga even terugzetten. Wheels do an excellent job of transferring drive power to the road. Optimum traction, thanks to dynamic weight distribution. In critical situations, electronic control systems intervene to stabilize the car within milliseconds. Thanks to advanced sensors. For control and safe driving. Front wheel drive vehicles put more weight on the front axle, which is why this mild-mannered car tends to understeer in fast bends, with visible brake interventions by the electronic control systems. This. Dit kun je normaal gezien verklaren. Hè? Dus voorwiel aangedreven wagen neigt naar onderstuur, zegt hij. Hè? Hoe komt het? Omdat het meeste gewicht, motor, versnellingsbak, de transmissie, differentieel, alles zit vooraan. Dus het meeste van het gewicht zit vooraan. Hè? Dat hebben we dan de eerste lessen hebben we gezien, dat dat zorgt voor een natuurlijk onderstuurkarakter. Op deze moment wordt er niet gesproken over het feit dat een voorwiel aangedreven wagen, of hebben we het niet over de aandrijfkrachten. Hetgeen dat ze hier gaan laten zien, heeft te maken met het feit dat de voorwiel aangedreven Audi, dat die zwaarder is vooraan ten opzichte van achteraan, en een natuurlijk sterk uitgesproken onderstuurkarakter produceert. Dit stuk heeft niks te maken met het feit dat de voorste wielen zijn aangedreven. Allee, het is wel het gevolg ervan. Without these control systems, the front section drifts dramatically towards the outside of the bed. Things are different with BMW rear-wheel drive and balanced weight distribution. At the same speed,
the BMW still delivers precise handling and directional stability, without the need for control system interventions. In a rear-wheel drive car, the front wheels have just one single task, to transmit steer axes to the road. When accelerating, most of the car's weight shifts to the rear, and the front section lifts, which is why in a car with front-wheel drive, the front wheels have a tendency to spin. But with a rear-wheel drive car, the additional weight on the rear axle ensures perfect traction for the driver. Dit is echt een prachtige opname, waaraan dat je goed kunt zien wanneer die achterste wielen extra worden belast, dat die veel aandrijfkrachten kunnen produceren. En als die banden worden ontlast, in het geval van de voorwiel aangedreven wagen, je ziet dat echt eigenlijk die dynamische gewichtsverplaatsing, dat lijkt alsof die wagen wordt vooraan wat opgetild. En je merkt al, je ziet die in gedachten, zie je die wielen al beginnen spinnen. Ja. Ik zal het nog eens laten zien. Which is why in a car with front-wheel drive, the front wheels have a tendency to spin. But with a rear-wheel drive car, the additional weight on the rear axle ensures perfect traction for the drive wheels. Voilà. Dus hier zien we dan duidelijk als je het filmpje bekijkt van BMW, maar dat geldt evenzeer voor al de achterwiel aangedreven wagens en alle voorwiel aangedreven wagens. Ik hoop dat je met dit filmpje en met deze uitleg te horen dat je inziet waarom dat die achterwielaandrijving gewoon dynamisch gezien beter is als voorwielaandrijving. Dat heeft nog een aantal voordelen. Als je een voorwielaandrijving hebt, dan moeten je aangedreven wielen eveneens sturen. Dus het zijn eigenlijk twee taken dat je op diezelfde banden of op dezelfde wielen laat rusten, terwijl dat die achterste wielen niet echt dan een bijzondere taak hebben. Dus dat is ook wel een voordeel. Als je voor je voorste wielen stuurt en je moet die kunnen aandrijven, dan moeten je aandrijfassen voorzien worden van een koppeling die onder een grote hoek toch nog heel wat vermogen kan overbrengen. Dat is, technisch gezien is dat ook niet zo'n simpele opdracht. Terwijl als je achterwielaandrijving hebt, kun je voorste banden, je voorste wielen sterker afdraaien. Je bent toch niet begrensd door het feit dat er nog ergens een aandrijf vast zit, dat onder die hoek niet graag werkt. Daar heb je dus ook al geen last van. Dus je draaicirkel is doorgaans ietsjes kleiner als bij een voorwiel aangedreven wagen. Dat zijn allemaal voordelen dat daaraan gekoppeld zijn. Zijn er vragen bij dit? Zijn er vragen bij dit? Ja. Sneeuw. Ja. Hoe komt het dat bij sneeuw die voorwiel aangedreven wagen beter is? Voilà, dus dat knal erop. Als het gesneeuwd is en je staat met je wielen op een gladde ondergrond en je wilt vertrekken, wanneer gaan die wielen het meeste grip hebben? Als daar veel gewicht op zit. Hè? Er is op dit moment nog geen acceleratie. Er is geen gewicht dat van voor naar achter
Er is geen acceleratie, omdat je nog stilstaat. Het gaat over het willen kunnen vertrekken met je voertuig. Dat moet je kunnen doen. En dat kun je met het meeste succes doen als je voorste banden zwaar belast worden. En op die moment heeft een voorwiel aangedreven wagen, wat dat alles van aandrijving op die voorras zit, het voordeel. Eens dat je vertrokken bent, vervalt dat eigenlijk. Dus van zodra dat er een gewichtsverplaatsing is, is een achterwiel aangedreven wagen het beste. Maar dus, inderdaad, het klopt, als het gesneeuwd heeft, en dat is hier toch 3 maanden op een jaar dat het hier sneeuwt, is het belangrijk dat je een voorwiel aangedreven wagen, of zou je in het voordeel zitten. Dus ja, praktisch gezien is dat natuurlijk, dat zou een foute reden zijn om een voorwiel aangedreven wagen aan te kopen. Hè. Nog vragen erover? Waarom wordt dan zo weinig achterwiel aangedreven gemaakt? Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft natuurlijk te maken met een kostprijs. Als je een voertuig voorwiel aangedreven wagen, of een voorwiel aangedreven wagen, voorwiel aangedreven concept maakt, is dat goedkoper om te maken. Dus een fabrikant zegt van oké, we moeten zien, we zitten wat moeilijk in de cijfers, we moeten zien dat we wat meer winst kunnen maken, onze wagens moeten goedkoper kunnen geproduceerd worden, ja, dan gaan we overschakelen op een voorwiel aangedreven wagen. Helaas, hetgeen een beweging dat we afgelopen jaren gezien hebben bij Mercedes en bij BMW, die altijd hebben vastgehouden aan achterwielaandrijving en toch op een bepaald moment met de 2-serie en met de CLA bij Mercedes overgeschakeld op voorwielaandrijving met alle gevolgen van dien. Uw voertuig wordt qua design en qua concept veranderd, dat ook, of de impact van het feit dat je voorwielaandrijving gaat hanteren, heeft impact op de bouw van je voertuig vooraan. Ik heb die vergelijking eens gemaakt tussen 2 modellen, de ene met voorwielaandrijving en de andere met achterwielaandrijving, maar ik weet het niet direct staan. Ik zal het mee op blackboard zetten, want dat staat op deze moment er niet op. En dan zie je duidelijk dat verschil. Een voorwiel aangedreven wagen moet hoger gebouwd worden vooraan als een achterwiel aangedreven wagen. Gewoon conceptueel, je zit daarmee al je componenten. Alright. Nog een tweede puntje dat met die langsgrachten te maken heeft, maar dan moet je op Blackboard gaan kijken in je cursustekst. Pagina 3, ik zal hem je laten zien. Alright. De bandkarakteristieken. Dus hier staan enerzijds de bandkarakteristiek bij aandrijven en anderzijds bij remmen. En dit is ook nog wel interessant om te zien. Hier is een impact van de drifthoek aangegeven. Dus als je je banden maximaal wilt laten aandrijfkrachten produceren of remkrachten, dan moet je je wielen recht zetten. Kijk. Dus braking force, traction force, aandrijf en remkrachten in functie van de slip ratio. En dan zien we hier als variabele is de drifthoek aangegeven.
slip angle. 2 graden drifthoek, 6, 10, 18 graden. En je merkt dat je maximale remkracht daalt als je wielen onder een bepaalde drifthoek rollen. Dus dat wil zeggen, als je een obstakel ziet en je denkt, ja, ik ga dat hier echt niet kunnen ontwijken, dan moet je best je wielen rechtzetten en dan zo hard als dat je kunt remmen. Dan heb je maximale remkracht. Je merkt dat ook wel als je een vertrekmuwe wagen, als je een voorwiel aangedreven wagen hebt en je vertrekt aan het licht en je slaagt naar links of naar rechts af. Als je wielen gedraaid zijn, dan beginnen die makkelijker te spinnen. Dat is omdat je wielen onder een drifthoek rollen. En die drifthoek zorgt ervoor dat je wiel zowel wat dwarskrachten moet produceren, want dat is het commando, maar tegelijkertijd geef je gas. Dus moeten je banden ook aandrijfkrachten produceren en die gaan hun aandacht verdelen, hun energie over, zowel dwars- als langskracht. Dus uw band zal minder aandrijfkrachten kunnen produceren. Dus maximale prestaties in de langsrichting als uw drifthoek nul is. Dus wielen rechtzetten als je echt kaart wilt remmen. Welke bladzijde is dat? Bladzijde 3. Maximale remkracht of aandrijfkracht als uw wielen recht staan. Drifthoek 0.